Zo, welkom bij de persconferentie na afloop van KV Kortrijk-Westerlo. Meneer Van Veldhoven van Westerlo zit al op de bus, dus zal deze persconferentie niet met ons meemaken. Dus Yves, dan doen we het met z'n tweetjes maar. Hè. Maar ja, alleen maar goed nieuws natuurlijk. Je had wat vuurwerk verwacht. Ja, amai, die luistert nogal. Dat is de bedoeling, hè, dat ze luisteren. Dat wil zeggen dat ik inderdaad voor de wedstrijd een reactie gevraagd had. En dat we dan toch duidelijk de off-day van verleden week konden achter ons laten. En ja, dat hebben ze ook gedaan met vanaf de eerste minuut pressing te spelen. En Westerlo nooit in een spel te laten komen. En ja, ik voelde toch wel dat het goed zat. En dat iedereen wel scherp terug aan de aftrap stond. En dat we ook heel goed voetbal brachten. Tussen de lijnen, een beetje variatie tussen diepte en in de bal komen. En ik voelde, allee, er was toch ergens iets in mij die zei van we gaan wel scoren. En ja, hetgeen die daarna constant gebracht geweest heeft, was van heel hoog niveau. En ik denk dat mijn spelers heel scherp voor de dag gekomen zijn en dat ze een hele mooie prestatie hebben gedaan vandaag. Was je verrast van die toch wel heel defensieve opstelling van Westerlo, die eigenlijk met 2x5 man voor de bal speelde? Verrast niet echt, omdat je toch met een ploeg te maken heeft die misschien nog een paar puntjes nodig heeft om zich te redden. En ja, we zien het de laatste weken wel meer, dat er meer ploegen tegen ons heel behouden spelen en allemaal achter de bal gaan staan. Dus maar ze hebben het wel heel goed gedaan, de menig. En ze hebben heel veel variatie gebracht en kwamen heel veel door via Tomasevic ook. Die dag heel goed bespeelde samen met Thomas Maton dan. De wisselwerking op die linkerflank was echt wel goed. En dan kom je tot goede kansen en kom je tot goede centers. Kom je ook met spitsen die doelpunten kunnen maken. En allee, voor mij was er ergens één woord dat ik teruggevonden heb vandaag. En dat was scherpte. En iedereen was klaar. En ze hebben echt wel getoond dat we nog altijd onze eigen weg bewandelen. En dat we niet te veel naar de anderen kijken. En ik ben naar één ding ontgoocheld. En dat is dat al de andere concurrenten ook allemaal gewonnen hebben. En daar had ik misschien een klein beetje op gehoopt dat we ja, toch iets meer zekerheid konden hebben. En dat hebben we natuurlijk wel, omdat er een match weg is. Maar ja, de concurrenten blijven ook winnen. En ja, het ziet er naar uit dat we ook nog wel ene keer gaan moeten winnen dan. En dat gaat dan ja, liefst zo snel mogelijk moeten gebeuren. Zo snel mogelijk, dat is volgende week dus, hè? Ik had gedacht dat die vraag ging komen. Ja, het liefst volgende week. Dat zou mij ja, fantastisch deugd doen. Ja, we gaan natuurlijk naar Anderlecht. Daar moeten we toch wel een beetje respect tonen ook voor die tegenstander. Ik ben donderdag nog gaan kijken. En die hebben echt wel een hele mooie prestatie neergezet tegen Dynamo Moskou. Alleen, ja, gaan we moeten zien dat wij klaar zijn. En ja, ik denk dat we wel heel veel vertrouwen kunnen putten uit hetgeen dat we vandaag getoond hebben. En het is een heel ander type van wedstrijd. Maar toch, als je 6-0 wint, dan ja, kun je toch met de borst vooruit naar Anderlecht trekken. Dankjewel. Een fiere trainer. Hierbij zullen we ook het officiële gedeelte meteen ook afsluiten. Dankjewel.